Yo, wat is dat, mensen? En super tof dat jullie terugkijken naar alweer een gloednieuwe video hier op mijn YouTube-kanaal. Beste mensen, zoals jullie in de vorige video hebben gezien, heb ik dus een media mod geunboxed. Wel, nu gaan we de light mod unboxen. Wat is de light mod? Wel, de light mod is eigenlijk zo dat klein dingetje hier. En dat is natuurlijk om op deze mediamod te zetten. Boven of aan de zijkant. Eén van de twee. Maar goed, beste mensen. Wat vinden jullie van deze lightmod? Vergeet zeker niet te like droppen. En vergeet ook niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. En we gaan nu beginnen met de unboxing. Let's go. Oké, als ik het goed bekijk. Bij de vorige was het van een onderkant. Ah wel, nu gaan we weer de onderkant open doen. Voilà, zijn die is open. En eens even kijken. Hier zit het al verstopt. Dus wat hebben we hier? We hebben een tripodje. We hebben ook een, wacht, we hebben ook nog een, hier is de light mod, voilà, hier is dus de light mod, heel handig, hij werkt, hij werkt al, wow, joh. Hey, lekker hoor. Lekker hoor, deze light mod. Echt handig. Oké, dus de light mod. Heel mooi. Dan hebben we ook nog het klein filtertje. Dat we er zo er automatisch op kunnen zetten. Leuk. Leuk, handig. En we hebben ook nog, als ik het goed begrijp, een USB-kabeltje. Dat was ik nog vergeten. Dus eigenlijk hebben we gewoon een USB-kabeltje extra meegekregen om mijn GSM, om iets anders mee te op te laden. Dus dat is gewoon handig. Oké, beste mensen, we hebben dus de Media Mod en de Light Mod. En als we het goed zien, kunnen we hem er mooi op zetten. Yay! Lekker hoor. Oké, dat was dus de light mod, beste mensen. Ik hoop dat jullie het een toffe video vonden. Doe dat blauw duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren op mijn YouTube-kanaal. Dus, bye bye.